gaat eerst het hele dicté voorlezen, daarna zin voor zin, en dan per zin in stukjes, en dan de zin nog helemaal een keer weer. Dus je hoeft niet als een gek zitten schrijven, wat jullie misschien dachten. Het gaat stap voor stap. Van tevoren heb ik het van de jury gekregen, waar niet op gelet wordt straks, is eventuele komma's, puntkomma's, dubbele punten en aanhalingstekens. Verder, getallen worden geschreven in cijfers of als woord, zoals de deelnemer, dus jullie, zelf denkt dat het goed is. Ja? Dan ga ik nu de eerste zin voorlezen. De gemeentelijke herindeling van 2001 is in het recente verleden van Hardenberg een cruciaal moment en het startpunt van een spectaculaire acceleratie in de verdere ontwikkeling op velerlei gebied. Zin 2. Beter een draufganger dan een druiloor was een van de motto's van de progressieve handen uit de mouwenstekers die allen behept waren met een grote stappen gauw thuis mentaliteit. Zin 3. Terwijl de ambities duidelijk verrijkend zijn, promoot de stadsmarketing het nieuwe elan nogal low profile, met een propositie die gewoon doen als iets typisch Hardenbergs claimt. Zin 4. De ongewoon bij de handen uitbaatster van een snoekerzaal meldde uit te treuren op haar Facebookpagina dat haar accommodatie genoeg faciliteiten in petto had voor het optreden van een middelgrote rhythm and blues band. De vijfde zin. De goedlachse slager daarentegen afficheerde zich als barbecue specialist en ging er ook prat op dat hij voor zijn poulet uitsluitend het doorregen vlees van hekrunderen uit de streek gebruikte. Zin 6. De gedweeën opticien had zijn leven gewijd aan de weidevogels en kon lyrisch worden bij het koekeloeren naar grutto's, kievieten en leeuwerikken langs de moerassige oevers van de meanderende Vecht. Zin 7. De geïnterviewde sportfanaat mountainbikte en kanoede de hele zomer en snowboarden en fitnessde 's winters. Zin 8. Groentesoep, minestronensoep en kippensoep zijn veel appetijtelijker als je er een klein handje vermicelli en een paar elleboogjes macaroni aan toevoegt, beweerde de gepierste leerlingkok. En de laatste zin. Een koor van 30 monniken schuifelde monotoon neuriënd naar het vroeg 14e eeuwse kerkje aan de pittoreske brink en stelde zich op onder de leilindes om a cappella een oude hymne te horen te brengen. Dat was het hele dicté. Eerste reactie? Mag ik naar huis? Mag ik naar huis? Dat mag altijd. Maar het is leuker als je blijft. Nu kun je gewoon beginnen met schrijven, terwijl ik het dicté voorlees. Ik lees nog één keer de zin in zijn geheel en daarna in stukjes. Reservepapier. Helemaal goed. Dus wie de papier nodig heeft, die geeft even een gil. De eerste zin. De gemeentelijke herindeling van 2001 is in het recente verleden van Hardenberg een cruciaal moment en het startpunt van een spectaculaire acceleratie in de verdere ontwikkeling op velerlei gebied. De gemeentelijke herindeling van 2001
is in het recente verleden van Hardenberg. Een cruciaal moment en het startpunt van een spectaculaire acceleratie en het startpunt van een spectaculaire acceleratie. In de verdere ontwikkeling op velerlei gebied. In de verdere ontwikkeling op velerlei gebied. Ik doe de zin nog een keer in zijn geheel. De gemeentelijke herindeling van 2001 is in het recente verleden van Hardenberg een cruciaal moment en het startpunt van een spectaculaire acceleratie in de verdere ontwikkeling op velerlei gebied. De tweede zin. Beter een draufkenger dan een druiloor, was een van de motto's van de progressieve handen uit de mouwenstekers, die allen behept waren met een grote stappen gauw thuis mentaliteit. Dan doe ik hem nu in stukjes. Beter een draufkenger dan een druiloor. Was een van de motto's van de progressieve handen uit de mouwenstekers, die allen behept waren met een grote stappen gauw thuis mentaliteit. De hele zin nog een keer. Beter een draufkenger dan een druiloor, was een van de motto's van de progressieve handen uit de mouwenstekers, die allen behept waren met een grote stappen gauw thuis mentaliteit. De derde zin. Terwijl de ambities duidelijk verrijkend zijn, promoot de stadsmarketing het nieuwe elan nogal low profile met een propositie die gewoon doen als iets typisch Hardenbergs claimt.
nu in stukjes. Terwijl de ambities duidelijk verrijkend zijn, comma. Promoot de stadsmarketing. Het nieuwe elan nogal low profile. Met een propositie. Die gewoon doen als iets typisch Harbergs claimt. De zin nog een keer helemaal. Terwijl de ambities duidelijk verrijkend zijn, promoot de stadsmarketing het nieuwe elan nogal low profile met een propositie die gewoon doen als iets typisch Harbergs claimt. Vierde zin. De ongewoon bij de hand te uitbaatster van een snoekerzaal meldde uit de treuren op haar Facebookpagina dat haar accommodatie genoeg faciliteiten in petto had voor het optreden van een middelgrote rhythm and blues band. Nu in stukjes. De ongewoon bij de hand te uitbaatste. Van een snoekerzaal. Melde uit de treuren op haar Facebookpagina. Melden uit een treuren op haar Facebookpagina. Dat haar accommodatie genoeg faciliteiten in petto had. Dat haar accommodatie genoeg faciliteiten in petto had. Voor het optreden van een middelgrote rhythm and blues band. Ik begin wel even opnieuw. De ongewoon bij de hand te uitbaatster van een snoekerzaal meldde uit een treuren op haar Facebookpagina dat haar accommodatie genoeg faciliteiten in petto had voor het optreden van een middelgrote rhythm and blues band. Het is niet alleen lastig te schrijven, maar lastig uit te spreken. Ik denk dat het wel bekend is wat er bedoeld wordt. Zin 5. Ja, doe maar op een nieuw papier in plaats van aan de achterkant. De Goedlachse slager daarentegen afficheerde zich als barbecue specialist en ging er ook prat op dat hij voor zijn poulet uitsluitend het doorregen vlees van hekrunderen uit de streek gebruikte.
De goedlachse slager daarentegen afficheerde zich als barbecue-specialist. Afficheerde zich als barbecue-specialist en ging er ook prat op. Dat hij voor zijn poulet uitsluitend het doorregen vlees van hekrunderen uit de streek gebruikte. Uitsluitend het doorregen vlees van hekrunderen uit de streek gebruikte. Spreek te snel? Ja. Oké. Dat hij voor zijn poulet uitsluitend het doorregen vlees. Ja, ik doe hem zo nog een keer weer. Van hekrunderen uit de streek gebruikte. Ik doe hem nog een keer helemaal. Ik probeer het langzaam te doen. De goedlachse slager daarentegen afficheerde zich als barbecue-specialist en ging er ook prat op dat hij voor zijn poulet uitsluitend het doorregen vlees van hekrunderen uit de streek gebruikte. Zin 6. De gedweeën opticien had zijn leven gewijd aan de weidevogels en kon lyrisch worden bij het koekeloeren naar grutto's, kievieten en leeuwerikken langs de moerassige oevers van de meanderende Vecht. De gedweeën opticien had zijn leven gewijd aan de weidevogels en kon lyrisch worden bij het koekeloeren naar grutto's, kievieten en leeuwerikken langs de moerassige oevers van de meanderende Vecht. Doe ik hem nog een keer in zijn geheel. De gedweeën opticien had zijn leven gewijd aan de weidevogels en kon lyrisch worden bij het koekeloeren naar grutto's, kievieten en leeuwerikken langs de moerassige oevers van de meanderende Vecht.
Volgende zin. De geïnterviewde sportfanaat mountainbikte en kanode de hele zomer en snowboarden en fitnessten 's winters. De geïnterviewde sportfanaat mountainbikte en kanode de hele zomer en snowboarden en fitnessten 's winters. Ja, nog een keer. Nog een keer in zijn geheel. De geïnterviewde sportfanaat mountainbikte en kanode de hele zomer en snowboarden en fitnessde 's winters. Die een blaadje willen? Ja. Ja. Nog meer? Hier aan deze kant ook nog? We zijn bij zin 8. Groentesoep, minestronensoep en kippensoep zijn veel appetijtelijker als je er een klein handje vermicelli en een paar elleboogjes macaroni aan toevoegt, beweerde de gepierste keleringkok. Groentesoep, minestronensoep en kippensoep zijn veel appetijtelijker als je er een klein handje vermicelli en een paar elleboogjes macaroni aan toevoegt. Beweerde de gepierste leerlingkok. Doe nog een keer in zijn geheel. Groentesoep, minestronensoep en kippensoep zijn veel appetijtelijker als je er een klein handje vermicelli en een paar elleboogjes macaroni aan toevoegt, beweerde de gepierste leerlingkok.
Dan nu de laatste zin, nummer 9. Een koor van 30 monniken schuifelde monotoon neuriënd naar het vroeg 14e eeuwse kerkje aan de pittoreske brink en stelde zich op onder de leilindes om a cappella een oude hymne te gehoren te brengen. Een koor van 30 monniken schuifelde monotoon neuriënd naar het vroeg 14e eeuwse kerkje aan de pittoreske brink en stelde zich op onder de leilindes om a cappella een oude hymne ten gehore te brengen. Om a cappella een oude hymne ten gehore te brengen. Ik zal nog één keer helemaal voorlezen. Een koor van 30 monniken schuifelde monotoon neuriënd naar het vroeg 14e eeuwse kerkje aan de pittoreske brink en stelde zich op onder de leilindes om a cappella Een koor van 30 monniken schuifelde monotoon neuriënd naar het vroeg 14e eeuwse kerkje aan de pittoreske brink en stelde zich op onder de leilindes om a cappella een oude hymne ten gehore te brengen. Een oude en geen nieuwe. Dan doe ik het dicté. Nog even helemaal alle zinnen. De gemeentelijke herindeling van 2001 is in het recente verleden van Hardenberg een cruciaal moment en het startpunt van een spectaculaire acceleratie in de verdere ontwikkeling op velerlei gebied. Nummer 2. Beter een draufkenger dan een druiloor was een van de motto's van de progressieve handen uit de mouwenstekers, die allen behept waren met een grote stappen gauw thuis mentaliteit. Zin 3. Terwijl de ambities duidelijk verrijkend zijn, promoot de stadsmarketing het nieuwe elan nogal low profile met een propositie die gewoon doen als iets typisch Hardenbergs claimt. Zin 4. De ongewoon bij de hand uitbaatster van een snoekerzaal meldde uit een treuren op haar Facebookpagina dat haar accommodatie genoeg faciliteiten in petto had voor het optreden van een middelgrote rhythm en bluesband. Zin 5. De goedlachse slager daarentegen afficheerde zich als barbecue-specialist en ging er ook prat op dat hij voor zijn poulet
uitsluitend het doorregen vlees van hekrunderen uit de streek gebruikte. Zin 6. De gedwee opticien had zijn leven gewijd aan de weidevogels en kon lyrisch worden bij het koekeloeren naar grutto's, kieviten en leeuwerikken langs de moerassige oevers van de meanderende Vecht. Zin 7. De geïnterviewde sportfanaat mountainbikte en kanode de hele zomer en snowboarden en fitnessen 's winters. Nummer 8. Groentesoep, minestronensoep en kippensoep zijn veel appetijtelijker als je er een klein handje vermicelli en een paar elleboogjes macaroni aan toevoegt, beweerde de gepierste leerlingkok. De laatste zin. Een koor van 30 monniken schuifelde monotoon neuriënd naar het vroeg 14e eeuwse kerkje aan de pittoreske brink en stelde zich op onder de leilindes om a cappella een oude hymne ten gehore te brengen. Dat was het dicté. We gaan naar de eerste zin. De gemeentelijke herindeling van 2001 is in het recente verleden van Hardenberg een cruciaal moment. En dat, nou, u kunt het allemaal lezen. Dit vond ik een hele makkelijke. Althans, hij kwam makkelijk op mij over. Ik heb niet meegeschreven, zeg ik er gelijk bij. Het was een binnenkomertje, een opwarmer, zeg maar. En ja, echte problemen. Accelereren misschien. Acceleratie. Dat ben je geneigd om wel met twee L'en te schrijven, maar PC en eenmaal L. Nu je dat zegt, ja, inderdaad. Ja. Ik had het misschien wel naar dubbel L geschreven. Ja. Ja. Je zou niet de enige geweest zijn. Beginnen we maar even met die draufgänger. Dat is natuurlijk een Duits leenwoord, maar vernederlands. De schrijfwijze blijft op zijn Duits. Alleen, wij zetten er geen hoofdletter zoals de Duitsers dat doen. Dus, draufgänger. Een draufgänger is, wat daar eigenlijk verder staat, is een handen uit de mouwen steken. Iemand die erop afgaat. Het is een vrij algemeen gebruikt Duits leenwoord. Draufgänger. Wat waren er nog meer voor? Oh ja, al die streepjes tussen grote. Ja, we gaan. Druiloor was verder wel duidelijk, denk ik. Handen uit de mouwenstekers. Ja, dat is een samenstelling gevormd uit wat je normaal. Ik steek de handen uit de mouwen of wat dan ook. Maar nu maak je er eigenlijk één woord van. Dan zet je daar streepjes tussen. Volgens het groene boekje mag je, dat is het volgende plaatje, er zijn er varianten mogelijk, handen uit de mouwenstekers en dan mouwenstekers aan elkaar, zonder streepje. En grote stappen gauw thuis mentaliteit, ook thuis mentaliteit aan elkaar, maar die streepjes moeten er wel tussen allemaal. Verder naar de volgende zin, en dan gaat het over ambities. Ja, met streepjes. Ja, de ambities zijn verrijkend. Ja, ze kunnen ook verrijkend zijn, maar deze waren verrijkend. Dus dan is het rijken met EI. Is hetzelfde als verrijken? Nee. Je hebt ook zo'n ding, zo'n vrachtwagen. Die hadden we vorig jaar erin zitten, een verrijker. Ja, ja. Ja, oké. Ja. Ik hoor wel wat geroezemoes hier in het publiek, dat wil zeggen dat deze nou, maar goed. Promoten wordt gewoon een Nederlands woord en in de gewone verbuiging, in de gewone vervoeging gaat hier mee. Dus dat is promote met dubbel O en T. Elan is van oorsprong wel een Frans woord, maar wordt dat accent, wat is het, accent aigu, dat wordt niet dat accent wordt er niet meer opgezet, dus dat was vroeger wel zo. Ja. Als je het nu wel gedaan hebt. Dan is het fout. Als het niet gedaan is het fout. Ja. Low profile. Los. Twee losse woorden. Waarom daar geen strepen? Low profile. Daar geen strepen, want het is een Engels. In het Engels schrijf je het ook niet aan elkaar. Het is en blijft Engels.
Ik zou zeggen, sla er het groene boekje op na. Dat is... Kijk, als het niet logisch is, dan... Ja. Nou, die hebben toch al heel wat over zich uitgestort gekregen inmiddels. Ja, nee. Maar het ligt er natuurlijk ook aan wat de Taalunie ook als criterium neemt. Dat is hoe lang zo'n woord al in het Nederlands rondgonst. En elan is natuurlijk eigenlijk al een heel oud woord. Dat gaat al vrij lang mee. Low profile, kom maar net kijken. Hoe minder vreemde smetten eraan zitten. Ja, van vreemde smetten vrij. Ja. Oké. Duidelijk. Hoe is het? Low profile, propositie, gewoon doen. Hardenberg. Ja. Dat hebben we niet bij de fouten gerekend, maar gewoon doen. Gewoon doen is, wordt een beetje als een Hardenbergse slogan gebruikt. En vandaar, er zit iets van een eigen naam zit erin. Maar als je het gewoon leest als gewoon doen, ja, dat mag ook. Dus, maar dat zit niet in de score. Ik heb hier ook gesteld aan. Sorry. Ja. Beide wordt goed gerekend. Zowel kleine letter ook. Beide wordt goed gerekend, ja. Oké, dat is een geluk bij ongeluk. Dan gaan we naar de vierde zin. Ik denk dat we overgaan naar de volgende zin. Dat was een hele fikse. Ja. Er staat eigenlijk geen onvertogen woord in, maar het was toch wel een struikelzin. Ik merk dat dit heel wat discussies oproept. Ik denk dat we overgaan naar de volgende zin. Ja. Dat was een hele... Dat was een... Ja. Er staat eigenlijk geen onvertogen woord in, maar het was toch wel een struikelzin. Ik merk dat dit heel wat discussies oproept. Ja, ik kan er eigenlijk weinig aan toevoegen dan wat daar staat. Bij de hand is, als je bij de hand bent, dan is het met een D. Maar je bent wel een bij de hand tante. En dan wordt het een T. En niet DT, wat je misschien zou vermoeden. Maar nee, het is echt gewoon een bij de hand. Uitbaten is een oud woord voor. Een oud Nederlands woord voor exploiteren, zouden we nu zeggen. Maar het is een uitbaatster. Die snoekerzaal. Er was zelfs iemand die. Had het heel progressief met OE geschreven, zag ik. Dat vond ik wel een hele stoere spelling. Uit en treuren is ja, een doodgewoon Nederlands woord, maar als je ervoor zit, dan denk je van, verdorie, hoe schreef je dat ook alweer? Klopt dat, wat André zegt. Hadden jullie dat ook? Uit en treuren is fout. Ja, het is wel wat lastig. Woorden die je elke dag gebruikt. Bijna. Ja, dan de Facebookpagina. Facebook is uiteraard met een hoofdletter als je alleen Facebook gebruikt. Maar zodra je dat gaat samenvoegen met Facebook verhaal of Facebookpagina, dan wordt het een gewoon zelfstandig naamwoord. En dan is Facebook met een kleine letter. En als we dat toch over Facebook hebben, neem ik even van de leer, maak ik even meer uit gebruik op de Facebookpagina van Hardenbergs Groot Hardenbergs Dicté staan allemaal foto's op, interviews en weet ik wel meer. Ja, ik gebruik ook altijd Facebookpagina. Dus wat dat betreft maak ik even van de leer, gebruik morgen staan al die foto's hierop. Maar dan blijft het niet staan als merknaam. Nee, zodra je dit dan gaat samenvoegen, Facebook op zichzelf is een merknaam, een eigen naam, met een hoofdletter. Maar zodra je het gaat samenvoegen met iets anders, Facebook presentatie, Facebook pagina, dan vervalt dat die status. Ja, bijvoorbeeld... Twitter, dat soort dingen ook. Ja. We gaan verder. Accommodatie en faciliteiten, dat zijn van die woorden die je heel vaak tegenkomt en ook heel vaak verkeerd gespeld tegenkomt. Ik mag ze graag in een dicté verwerken. Dat zijn van die, van die klassiekers. Je kan ze in geen dicté missen. Dat is duidelijk. In petto zijn twee woorden. De middelgrote en dan rhythm and blues band. Ja. Rhythm is in het Engels toch een heel lastig woord om te schrijven met die twee H's.
Maar dit is de schrijfwijze en niet anders. En de streepjes. Sommige mensen die graag waren naar bed met streepjes. De streepjes ertussen, volgens mij. Vragen over... Sorry, tussen? Streepjes tussen douche en bed. Streepjes. Nee, dan hebben we dezelfde, dezelfde kwestie als met die... hij staat overigens zo in het groene boekje. Dit is de voorkeurspelling. Theoretisch zou je daar een streepje tussen blons en bent moeten kunnen zetten. Dat ben ik met je eens. Maar op deze manier staat hij in het groene boekje. Kan ik wordt heel goed gerekend. Wat zijn... Sorry? Als het in theorie kan. Oh, ik zeg, als het in theorie kan. En ja, nou, het groene boekje is... laat een beetje de kerk in het midden. Het groene boekje... Heeft ergens een passage waarin ze zeggen van als woorden heel groot en heel onoverzichtelijk worden, dan mag je. Als jij denkt dat jouw lezer moeite mee krijgt om dat woord te pakken, dan mag je daar met streepjes gaan werken. Maar ja, dat is een vrij subjectieve benadering van het geheel. Even kijken hoor, Prat met een T, dat hij voor zijn poulet... En nou komen we op iets en zo bij het voorbereiden van zo'n dicté leer je zelf ook nog wel eens wat. Het groene boekje geeft poulet met OE en poulet met OU. Maar, dat wil niet zeggen dat beide spellingswijzen goed zijn, want dan ga je in Van Dalen kijken en dan is poulet met OU is een vlees... gesnipperd iets waar kip in zit. En toen dacht ik, oh, dan moet ik een zin maken met poulet waar je soep van trekt van rundvlees enzovoort, maar dan moet het ondubbelzinnig zijn. Als ik het zo wil schrijven zoals hier, dan moet het ondubbelzinnig poulet van rundvlees zijn. Dus vandaar, dan komt daar zo'n zin uit voort. Ja, dit is poulet met OE. Ja, ja. Ja, nee, daarom, met OE. Als ik zo rondkijk, vraag ik me af... Nee, poulet is... het Franse poel is kip. En poulet met OU is een kippengerecht. Een kippenvleesgerecht. Ja. Ja. Dan gaan we over naar zin 6. Dan gaan we naar de gedweeën opticien. Gedweeën is zo'n woordje waar je toch heel vreemd tegenaan kijkt als je het op deze manier schrijft, maar het is toch de schrijfwijze. Opticien zonder trema. De tegenstelling gewijd en weidevogels is een beetje klassiek dicté, een beetje een klassieke dicté tegenstelling. Nou, lyrisch met een Y. Koekeloeren, niet koekenloeren, maar koekeloeren. Ja, de grutto's, kievieten en leeuwerikken mogen toch ook in een goed dicté niet ontbreken. Moerassig en meanderend. Ik dacht dat hier niet zoveel problemen in zaten. We gaan over naar de volgende zin. Ja, de geïnterviewde sportfanaat. Geïnterviewde met een trema op de I. En geen wat je nog alles ziet. Sportfanaat mountainbikte. Ja, dat is ook een... Het hele werkwoord is mountainbiken. En, ik zie ongeloof hier in de zaal. Iedereen is zoiets van, wat gebeurt er nu? Nee, het gaat gewoon als een Nederlands werkwoord. Alleen die E blijft daar staan, omdat je anders mountainbikte zou krijgen. We gaan verder, maar ik was even hier in en al rumoer in de zaal. Zo'n korte zin. Ja. Maar volgens mij schiet het de grote in de lucht in. Leek een beetje. Hij kanode ook nog. De hele zomer. En dan snowboarden. Ja, dat is snowboarden is het hele werkwoord. Snowboarden. En aangezien die in het verleden... aangezien deze zin in de verleden tijd staat... is die... Hij snowboardde met dubbel D. Maar nu... En dan? Ja, dat is ook een... we hadden hem er vorig jaar overigens ook in hoor, fitnessen. Fitness is met dubbel S. Maar fitnessen is het werkwoord, is ook met dubbel S. Maar dan krijg je de stam fitness met één S. En dan ga je van daaruit vervoegen. Dus ik fitness met één S. Ja, ik fitness altijd met één S. Merel heeft een vraag. Waarom?
Nou, het is vernederlands, denk ik. Het is vernederlands. Ja. In de werkwoordvorm wordt hij vernederlands. Ja. Ja. Ja, die groente, omdat je... het groente is in de eerste plaats, kun je op twee manieren gebruiken. Groente in het algemeen, dat je zegt dat het een verzamelwoord is. Maar je kan ook zeggen een groente, andijvie, sperzieboontjes. Maar je hebt wel, van die afzonderlijke groenten heb je een meervoudsvorm, groenten, maar ook groentes. En daarom vervalt in het geval van groente die tussen-en in samenstellingen. Dus het is groentesoep. Net zo, hetzelfde als met la de kast. Want je kan zeggen la de, la den, la dus. Maar komt ook omdat het een stomme... Nee. Daar heeft het, die tussen en die schrijf je tegenwoordig altijd. Dat is het gekke. Ja. Ja. Het is een vraag als een stomme u. Ja, dat die kippensoep, daar zet je die en wel in. Ja, maar dat geldt wel. Nee, daar geldt ook de regel van de tussen. En dat we overal, want eerder, vroeger was het kippensoep. Maar nu is het kippensoep. Ja. De laatste zin. Als uitsmijter misschien wel, hè? Ja, de 30 schuifelende monniken. 30 wordt... het Groene Boek heeft een voorkeur voor hier 30 als woord. De tientallen tot aan de 100 worden met woorden geschreven. Ja, ik heb dat koor van 30 monniken laten schuifelen. Misschien dat er mensen in de verleiding komen om schuifelden te zetten, maar ik geloof dat dat nogal meeviel. Want dat koor schuifelt, monotoon neuriënd. En dan komen we aan de vroeg 14e eeuwse kerk. Daar zijn een paar varianten denkbaar. In elk geval moet vroeg 14e en... eeuwse moet aan elkaar, dat wil zeggen gekoppeld worden met een streepje. En dan zijn er een paar varianten. Je mag 14e als woord schrijven, 14e kan als 14 getal de en 14e. Maar het moet wel met streepjes aan elkaar. Vroeg 14e eeuwse. Die niet omhoog, hè? Sorry? Die omhoog? Nee. Ja, maar dat is een typografische ingreep die mag uiteraard. Staat wel mooi, zo'n superieur, maar het hoeft in de spelling heeft dat geen functie. Nee. En dan de pittoreske Brink. Waarom niet met een hoofdletter? Omdat er hier geen straatnaam bedoeld is, maar gewoon een Brink. Ja. Maar het is niet fout gerekend als daar wel een ding stond. Ja, we kunnen het voorstellen. Ja. En dan de leilinders, dat zijn linders die geleid worden. A cappella is hetzelfde laak in een pak als in petto. Dus gewoon twee losse woorden zonder accent. En zeg ik nou iets heel verkeerds, want ik zie allemaal streepjes en nu denk ik van a cappella misschien moet daar een streepje tussen. Ja. Of ben ik nou helemaal top bezig? Ja. Je had ook een streepje tussen. Gelukkig. Toen was het einde van de uitleg van het dicté. De eerste plaats voor wat betreft de scholieren. Hij zit, nu zeg ik het al, op het Vechtouwcollege. En dan weten we het, dat het een talenwonder is. Bart van Donselaar, kom maar naar voren. Ja. En hij had... Hoeveel fout, Margaret? Kunnen we dat zeggen? Nee, weet ik niet. Zeggen we niet. Zeggen we niet. Na afloop. Misschien wel. Bart, jij krijgt de prijs overhandigd. Dan gaan we over naar de derde prijs. Gaat naar... Noem maar. Maaike Dolle. Zonder Dolle, Maaike Dolle, kom maar naar voren. Nee joh, zegt ze. Nou, zij krijgt in ieder geval een prachtige prijs overhandigd door Gerrit Brunink. Waarde van €100. Ach nee joh. Ach joh, nee joh. Verbaasd. Ik snap er helemaal niks van, dat zeggen ze altijd. Maar toch, ik weet hoeveel fouten je had. 12. Nou,
Dat is heel fijn. Dat is geweldig. Ja, keurig toch? Dus hier zit een opgeluchte dame. Ja. De tweede plaats. Wie gaat het vertellen? Wie gaat het vertellen? Ik ga het dan maar vertellen. Zij mag nu weer met de luchtballon mee. Tineke Roosema! En Tineke had maar 9 fout. Heel goed gedaan, Tineke. De dikke Van Dalen is gewonnen. Door Cora Schickert. Nou, die heeft de boekenkast vol staan. 8 fouten had Cora. En Henry overhandigt de prachtige prijs. Goed opgemerkt, hè? Dus, van harte gefeliciteerd. Hè? 3 weken geleden verschenen. Ja. Papieren editie, dus winst voor het papieren boek. En ik overhandig hem heel graag. Van harte gefeliciteerd. Henry namens boekhandel uitgeverij Heink. En uiteraard Margaret die de bosbloemen overhandigt. Cora. Het wordt een beetje gewoontjes. Nou, gewoontjes. Ik heb er hard mijn best voor gedaan. Hoor. Ik zeg het ook met alle eerbied. Ik ben ontzettend blij en ik vind het heel erg leuk dat ik hem gewonnen heb. Hartstikke proficiat en geniet ervan. Dat doe ik zeer zeker. Prima.